Ole Tobias, gefeliciteerd. Een 4-1 overwinning vanavond. Enerverende wedstrijd vooral in de tweede helft. Ja, inderdaad. Het ging in één keer snel. De swing wat we misten, met name in de eerste helft, of eigenlijk tot de 1-0, die kwam er in één keer erin. Dat gaf in één keer vleugels die gelijk maken. En ook omdat ze zo snel de 2-1 maakt, ja, op dat moment dan zag ik dat je weer veel meer kwaliteit geleverd werd aan de bal. Veel meer beweging voor elkaar, de juiste beslissingen werd genomen en in 10 minuten tijd beslis je de wedstrijd. Ja. Ik had in het eerste uur op enkele momentjes na het idee dat beide ploegen heel veel moeite hadden om echt tot kansen te komen. En daarna ging het in één keer snel. Ja, met name aan de kant van Utrecht gelukkig. Maar inderdaad, dat was een hele moeizame eerste helft van beide kanten. We konden de juiste oplossingen niet vinden. De keuzes wat we maakten aan de bal. Ik vond het ook reageren in plaats van anticiperen. En dankzij dat dan heb je zelf een hele grote kans via CNM'ers om 1-0 te maken. En daarna ook Mees Kaandorp die een paar goede schietkansen hadden eigenlijk. Maar of doordribbelen of net niet vrij kon schieten. Dus ja, we waren zelf iets meer dreigender dan Utrecht. Gaven helemaal niks weg in de eerste helft. Maar het veldspel was gewoon niet goed. Ik denk dat het jou heel goed moet doen als je dan ziet dat Daniel Breda komt erin voor Helstroep die geblesseerd uitvalt. Ja. Je brengt op een gegeven moment Hamouti en Al Haft. Alle namen zorgt eigenlijk voor een extra impuls weer binnen de lijn. Ja, en hetzelfde met Anwar en met Shane die invallen. Dus alle 5 wissels die vallen gewoon goed in. Toevallig hadden we aangegeven voor de wedstrijd ook van ja, we doen het niet alleen maar met die 11 die in de basis beginnen. Maar die wisselspelers die straks gaan invallen, ja, die moeten ook het verschil maken als ze daadwerkelijk of als ze straks in het veld komen. En dat moeten we wel zeggen dat ze vanavond waar hebben gemaakt. Maar niet alleen vanavond. Dat is eerder gebeurd dit seizoen, dat onze wisselspelers gewoon belangrijk zijn. En dat is heel fijn als trainer dat je toch zo kan wisselen. En dat ze dan ook gewoon echt kwaliteit leveren. Eentje wil ik heel even apart benoemen. Ilias Al Haft, net terug weer van een nieuwe periode van blessureleed. Hij gaf afgelopen week in een interview aan, eigenlijk stralend af, van ik heb het gevoel dat ik eindelijk weer voetballer ben. En dan maakt hij me toch een wereldgoal. Ja, dat is fantastisch om Ilias zo te zien. Het is nog te vroeg om te zeggen op zijn oude niveau. Maar je ziet wel dat hij weer eindelijk vrij kan voetballen. Dat er geen pijntjes zijn die hem kan belemmeren. Vandaag begon dit met een werelddoelpunt, wat je zegt. En daarna ook met twee assists, even uit mijn hoofd. En ja, het is fijn voor die jongen dat hij weer vertrouwen kan opbouwen. En nu heel veel speelminuten kan maken. En hopelijk dat hij ook dat kan volhouden de rest van het seizoen. Ja. Nog twee competitiewedstrijden en een bekerwedstrijd tot aan de winterstop en de feestdagen. Je staat er keurig bij. Ja, we staan op een positie waar we graag wilden staan. Maar het seizoen is nog lang. Het is genieten nu. Maar we moeten niet vergeten waarom we zo ver zijn gekomen. En dat met hard werken. Niet alleen in de wedstrijden, maar ook op de trainingen. En ook als het even tegen zit, ja, dan moeten we wel staan als team. En dat hebben we vandaag weer bewezen dat we dat gedaan hebben. Ja. Tevreden trainer? Ja, altijd als je wint ben je tevreden. En natuurlijk zijn er altijd dingen wat beter kan. Of misschien nog beter kan. Maar goed, 3 punten, daar gaat het dan eindelijk om. En uiteindelijk ook een vrij makkelijke overwinning. Dus dat is wel heel fijn, ja. Dankjewel.